Er is een slijmplaag in de klas. Slijm zit in je brillenkoker, puntenslijper, plakbaddispenser en zelfs in de gum van het schoolbord. Kijk en leer hoe je slijm de school insmokkelt in onze nieuwe video. Juffrouw Penny Poppins is haar bril kwijt. Ze kan niet zien zonder bril. Niet haar agenda voor de dag, niet hoeveel leerlingen er in haar klas zijn. En Jessica heeft een cadeautje voor de juf gemaakt. Een brillenkoker. Ze schept erover op tegen haar vriendin. Maar Cindy wil die leuke roze brillenkoker voor haarzelf. Dat kan niet. Dit cadeau is niet voor jou. Oh ja, dan gaat Cindy haar vriendin een lesje leren. Versier een brillenkoker met glazen en sterren. Om slijm te maken, meng je lijm, borax en zuiveringszoutoplossingen. Voeg rode Oost-Indische inkt toe. Meng het slijm. Het rode slijm bleek heel zacht en rekbaar te zijn. Doe het in een doosje. Jessica is klaar om haar cadeautje te geven. Ga je gang, jij kusser. Trots geeft ze haar cadeautje aan de juf. Maar wat is hier aan de hand? Misschien kan de juf Penny niet zo goed zien, maar ze kan zeker slijm voelen. Ze haalt haar prachtige bril tevoorschijn en haalt er iets vies en roze mee uit. Bah! Juffrouw Penny Poppins kan met moeite het hardnekkige slijm van haar bril verwijderen. Ik hoop maar dat het niet uit mijn haar komt. Cindy wil haar vriendin weer in een goed humeur brengen. Ze gaat terug naar het concept van slijm en besluit weer een trucje uit te halen met de juf. Ze heeft een schoolbordgummetje klaar liggen voor dat doel. Ik ben benieuwd wat ze ermee gaat doen. Cindy slijmt naar haar bord en plakt voorzichtig kant-en-klaar zwart lijm op de gum. Het plakt heel goed aan het bord, niet slechter dan een magneet. Juffrouw Penny Poppins wil al het krijt van het bord gummen, maar het lijkt wel of demonisch zwart slijm haar gum heeft bezeten. Misschien is de gum vervloekt? Het lekt zwarte magie. Terwijl juffrouw Penny Poppins probeert dit ongehoorzame slijm te temmen, gaat de halve klas voorbij. Het plakt aan al haar notities. Mevrouw Penny is erg boos op het gedrag van de meisjes. Nu zal ze hen zoveel werk geven dat ze zelfs het woord slijm niet meer zullen kunnen spellen. Juffrouw Penny Poppins neemt hun straf heel serieus. Ze wil alles wat ze moet weten voor het heel jaar in één lesuur leren. De meisjes kunnen niet snel genoeg aantekeningen maken. Je zou moeten schrijven met de snelheid van het licht om alles te krijgen. En hoe kan mevrouw Penny Poppins alles zo snel uitspreken? Op het slechtst mogelijke moment, Jessica loopt uit de inkt. En potloden kunnen de druk van al deze kennis niet aan. Wat een pech. Gelukkig heeft Jessica een puntenslijper. Ze kan haar potlood in alle rust slijpen. Maar Cindy heeft hetzelfde probleem. Ze pakt de puntenslijper voor zichzelf. Maar er is iets mis met deze puntenslijper. Neem het midden uit de puntenslijper. Verdun lijm met water. Doe er een heleboel glitter in. Giet er een eetlepel borax in. Voeg een snufje zuiveringszout toe. Meng samen mooi glanzend slijm. Het glinstert als je het uitrekt. Scheid het in tweeën. Doe het slijm in de puntenslijper. En zet de puntenslijper weer in elkaar. Cindy is zo verbaasd dat er slijm in verstopt zit. Ik kan het niet geloven. Het slijm is zo glanzend. Maar Cindy vindt deze plakkerige verrassing niet leuk. Ondertussen ontspant Jessica haar vingers na zo lang schrijven. Onze volgende les is kunst. Cindy heeft haar huiswerk gedaan. Ze heeft een bijzonder album gemaakt met slijm erin. Neem wat blaadjes uit het schetsboek. Teken een paar felle schuimkern. En snij er dunne reepjes van. Bevestig de stroken langs de omtrek van een papierblok. Om het slijm te maken, meng je de vloeibare zeep met maïszetmeel. Voeg witte acrylverf toe. Meng het. Vloeg een eetlepel glycerine en plantaardige olie toe aan de dikke massa.
Het zachte slijm is bijna als kinetisch zand. Doe het slijm in het schetsboek. Cindy tekent een vrolijk tekeningetje op haar schetsboekslijm. Maar in plaats van uit te rekken, doet haar slijm een beetje vreemd. Het wil niet strekken. Het zal wel moe zijn. Of nog steeds op zoek naar creatieve inspiratie. En Jessica heeft een heel palet van kleurrijk slijm voorbereid. Neem Play-Doh uit de verpakking. Meng lijm met contactenlensvloeistof. Voeg een lepel zuiveringszout toe. Meng zacht wit slijm. Verdeel het in een paar delen. Voeg Play-Doh van verschillende kleuren toe aan elk deel. Kneed de Play-Doh en het slijm samen tot ze een egale kleur hebben. De slijms hebben uiteindelijk mooie pastelkleuren. Ze zijn flexibel en rekken goed uit. Doe ze allemaal terug in een eigen bakje. Cindy wil in ieder geval één slijm voor haarzelf. Wat er ook gebeurt. Omdat haar slijm niet leuk genoeg is om mee te spelen. En Jessica heeft zoveel slijm. Maar Jessica wil niet delen. Een gevecht over slijms begint. De glibberige wapens gaan van hand tot hand. Waarom kan de juf het gevecht niet horen? Oh, nu zie ik het. Ze heeft heerlijk kalmerend muziekje op haar koptelefoon. Juffrouw Penny Poppins heeft besloten om een pauze te nemen van de schoolwereld. Plotseling gaat de slijmoorlog verder boven de grenzen van de bureaus. Een slijmbom vliegt recht op Penny af. Oh nee, hoe zal dit aflopen? De meisjes zullen hier zeker voor gestraft worden. De gemene juffrouw Poppins zal wel iets vreselijks verzinnen. De lerares vraagt de meisjes om hun oorlogswapens te laten zien. Oh, het zijn maar gewone slijmpjes. Wat saai. Mevrouw Penny Poppins' verfijnde aard heeft slijm gevonden die veel cooler is. Zoals deze dunne, glimmende tape. Leer van jullie oudere meisjes. Snij oude ongebruikte squishies in kleine stukjes en spreid ze uit op perkamentpapier. Bedek ze. En strijk ze neer. Het resultaat is plat, semi-transparant slijm. Snij het in dunne stukjes ter grootte van strookjes plakband. Wikkel de slijmstrook op een lege tapeklos. Zet het klosje in de houder. De meisjes zijn zo nieuwsgierig naar deze geweldige rekbare tape. Het is zo dun en mooi, wauw! Juf Penny heeft echt zoveel onderwijservaring. Spelen met dit slijm is zo leuk. Het houdt perfect zijn in vorm en rekt uit hoe je maar wilt. En de meisjes hadden geen idee dat een juf ook van slijm houdt. Terwijl de juf druk bezig is met haar agenda, smokkelen we stiekem een ongewone ordner naar haar bureau. Er zit een slijmprop in. Haal de metalen clip uit een ordner. Gebruik twee plastic mappen als basis. Knip ze op maat. En lijm het plastic vast langs de omtrek van de ordner. Bedek de hele binnenkant. Bevestig randen van schuimkern aan de onderkant en de zijkant. Voeg acrylverf toe aan lijm. Roer het. Giet er wat borax en zuiveringszoutoplossing in. En doe er wat piepschuimballetjes in. Meng samen ongewoon slijm. Het rekbare foamslijm ziet eruit als een bezoeker van een andere planeet. Het is zo groot dat het alleen in een grote ordner past. Juffrouw Penny Poppins kijkt in de ordner. Wat is deze klonterige substantie? Het is zacht. Slijm, natuurlijk. Het is zo aangenaam om aan te raken en het trekt goed uit. En er is zoveel om van te houden. Een goede manier om te ontstressen tijdens de schooldag. De lerares is niet op haar post. Cindy maakt gebruik van de plotselinge stilte in de klas om met haar slijm te spelen. Het is zo lekker. Maar juffrouw Penny Poppins is al dichtbij. Spelen tijdens de les is strikt tegen de regels. Ik zal je slijm daarvoor in beslag moeten nemen. Maar Jessica wist al van het verbod op slijm. Daarom verdacht ze een verdedigingsmechanisme. Ze verstopt haar favoriete slijm in de doos met haar schoolspullen. Meng verschillende kleuren glitter. Bedek ze met lijm. Doe er zilveren acrylverf op. Doe er wat druppels in.
Voeg ook wat zuiveringszout toe, zodat het slijm niet aan je handen blijft plakken. Meng zilverkleurig kosmisch slijm. Het rekt uit en vloeit net als de melk weg. Doe het op de bodem van een doos. Doe er nietjes bovenop. Jessica haalt haar slijm eruit. Gelukkig was het zo goed verstopt. Nu kan ze er tijdens de les zoveel mee spelen als ze wilt. Ze kan haar vingers en haar zenuwen ontspannen. Maar het is niet zo gemakkelijk om juf Penny voor de gek te houden. Dit kosmische slijm zal hetzelfde lot ondergaan als het eerste. In de rechtbank van de school kan elk eigendom in beslag worden genomen, naar goeddunken van de leraren zonder uitleg. De regels zijn regels, geen slijm in de klas. Jessica begint zich te vervelen in de klas. Ze leent de schoolspullen van haar vriendin om op te vrolijken. Sydney vindt het niet eng, toch? Oh ja? Als Jessica zo graag andermans spullen pakt, waarom probeert ze dan niet mijn kompas? Dit is een gereedschap met een leuke verrassing. Haal alles uit een doos met tekengereedschap. Print een foto uit van de tekengereedschapskist en bevestig die op het doorzichtige deksel. Giet vooraf gemaakt vloeibaar slijm in de doos. Jessica is enthousiast om het nieuwe kompas uit te proberen. Maar zodra ze de doos opent, sijpelt het vieze slijm eruit. De reputatie van het kompas is verpest. Jessica weigert dit vieze slijm te gebruiken. En Cindy gebruikt dit moment om al haar schoolspullen terug te nemen. Neem ook je slijm terug. En deze doos. Vond je onze ideeën voor schoolslijm leuk? Schrijf dan in de reacties hoe jij slijm in de klas zou willen smokkelen. En vergeet niet om deze video een like te geven, je te abonneren op ons kanaal en op het belletje te klikken, zodat je geen nieuwe slime recepten mist op Tjoem Tjoem.